Het slechte wegdekgedeelte van, 24, van het 24 kilometer lange fietspad langs de Kommerwijn rivier en wel van Rust en Werk tot Bakkie Allians wordt gerehabiliteerd en verhard. Dit is het succesvolle resultaat van een IDB-projectvoorstel. dat de Noord-Commonwijnen Toerismcluster indiende. bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Ook herstel van kapotte bruggen op deze route maakt deel uit van het project. Het Noordkommowijnen Plantagepad bestaat al een paar honderd jaar, maar is ondertussen al langer dan twintig jaar voor meer dan de helft onbegaanbaar. Vanwege de aanwezigheid van EBS-palen die langs het pad staan, zal het energiebedrijf actief deelnemen aan de realisatie van dit project. Het herstel van het fietspad Noordkommowijnen is een lang gekoesterde wens van de toerismebranche en de lokale dorpen. In aansluiting op deze ontwikkeling. Zal het gebied Noordkomwijnen gezamenlijk gepromoot worden en zullen de attracties afzonderlijk worden verbeterd. De clustermemberbedrijven bestaan uit plantageresort Warapa Warapakreek, Fietsen in Suriname, United Tour Guide Suriname, Staatsbedrijf Allianz, Verenigde Cultuurmaatsch Cultuurmaatschappijen NV, Restaurant Bakkie, Restaurant Robbie Margareta. transportbedryf familie Dipai, Moon's Dolphin Tours, James Fishing en Excess Travel Suriname